Goed, we gaan, uh, we gaan verder met het uh, derde debat van een kwartier uh, over de toekomst van de Nederlandse landbouw. We hebben het over, uh, in de eerste kwartier over allerlei onderwerpen gehad. We gaan het nu uh, hebben over uh, deze stelling. Dieren hebben het goed in Nederland. Stop met het projecteren van menselijke beleving op een dier. Uh, Achtergrond is eigenlijk van afgelopen jaren is op, op een aantal fronten het dierwelzijn verbeterd. Hè, op het gebied van groepshuisvesting voor kalveren. Uh, ruimte voor legkippen, uh, strengere eisen bij veetransport. En de vraag is van, uh, ja, hoever gaan we hiermee door? Dus de stelling is, uh, dieren hebben het goed in Nederland. Stop met het projecteren van menselijke beleving op een dier. We spreken met Laura Bromet, Tweede Kamerlid, GroenLinks. Uh, Intens, denk ik, bewogen ook met dit onderwerp. En met Bart Kemp, voorzitter van, uh, of in ieder geval, ja, ben je voorzitter van Nederland? Uh, yeah. Ja, oké. Okay. Goed. Uh, Ke uh, Bart Kemp, uh, aan jou een minuut om hier uh, jouw mening over te geven over deze stelling. Ja, dankjewel, Aard. Ja, dieren hebben het goed in uh, Nederland. En we moeten stoppen met het projecteren van menselijke beleving op het dier. Het is internationaal bekend dat uh, het welzijn van dieren in Nederland op een hoog niveau staat. Nederland is daar een voorloper in. Terecht is het dat. De afgelopen 25 jaar daarin in Nederland grote stappen zijn gezet. Je noemde al een voorbeeld. Kippen die los en buiten lopen. Uh, varkens en kalveren in groepen. Veel koeien in de weide. Perfect stalklimaat. Uitgebalanceerd voer. Sterke verbeteringen. Maar een dier beleeft zijn leven totaal anders als een mens. Um, het gaat een dier om de basisvoorwaarden rust, stabiliteit, uh, een goed stalklimaat, goed voedsel en gezondheid. En dan is een dier vaak, even vaak, net zo lief binnen als buiten, terwijl wij juist denken van dat een dier althans die neiging hebben als je dat een gemiddelde Randstadburger uh, vraagt van, nee, een dier is veel liever buiten. Nou ja, oké. Okay. Um, ben nog niet klaar. Die basisvoorwaarden die kunnen vaak beter ingevuld worden binnen dan buiten, omdat er gewoon in het Nederlandse klimaat uh, heel veel factoren zijn die die basisvoorwaarden niet voldoen aan die basisvoorwaarden in de meeste dagen van het jaar. Zeker in de moderne comfortstallen van nu. Mm -hmm. um, wij boeren hebben daar natuurlijk voor geleerd hoe we dat dier aan onze wensen tegemoet kunnen komen. En we merken ook aan onze dieren of je aan die voorwaarden voldoet. Of ze nu buiten of binnen zijn. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel Bart Kemp. Uh, Laura Brommet, over deze stelling. Ja, nou, uh, niet alle dieren in Nederland leven onder dezelfde omstandigheden. Nederland is inderdaad. Voor sommige uh, gedeelten van de veehouderij een, een voorbeeld voor de rest van de wereld als het gaat om dierenwelzijn. Maar uh, het is niet zo dat elke, uh, elk varken in Nederland evenveel ruimte he heeft. Je hebt biologische varkens die kunnen naar buiten lopen, maar je hebt ook stallen waar ze nog steeds uh, ja, het hele jaar volgepropt uh, in een stal zitten. En uh, ja, ik het tweede deel van de ik, ik vind dus dat wij moeten zorgen als uh, beschaafd land, ontwikkeld land, rijk land, dat wij uh, koploper blijven uh, als het gaat om dierenwelzijn. Dus dat wij de standaard steeds moeten verleggen naar meer dierenwelzijn. En daar hebben we dus hele mooie voorbeelden van in Nederland, van boeren die daar al heel uh, hard mee bezig zijn. En het tweede deel van de stelling over de menselijke beleving, daar begrijp ik niet zo goed wat daarmee bedoeld wordt. Nou, even wil uitleggen, want eigenlijk is nou ja, het ook uw eigen misschien, stelling. Misschien uh, de eerste. Misschien, u beaamt dus, dieren hebben het goed in Nederland. In de algemene zin. Ik hoor zeggen, het Nederland is voorloper in de wereld. Ja, ja maar ik, ik, ik wil juist niet alles over één kam scheren. Ik zeg eigenlijk, er zijn dieren die het heel goed hebben in Nederland. Maar er zijn ook dieren waar het nog veel beter voor kan. En wat betekent dat voor, voor uw inzet als politicus? Nou ja, je hebt als overheid eigenlijk drie manieren om, uh, om, om, om ontwikkeling in de samenleving te sturen. Dat kan door wetgeving, subsidiëring of door belastingheffing. En al die drie middelen uh, zou ik willen inzetten om uh, Nederland koploper te laten zijn. En steeds dus een stukje op te schuiven. Want je ziet. Dat uh, als wij uh, tevreden zijn met hoe het nu is in Nederland, dat andere landen ons in gaan halen. En ik vind uh, dat wij daarom uh, scherp moeten blijven. Ik... En ik heb bijvoorbeeld voorgesteld om uh, in 2025 alle st stallen in Nederland te laten voldoen aan het keurmerk van de dierenbescherming voor één ster. En dat op te laten lopen naar 2035, waarin alle dieren in Nederland in drie sterren systemen. Is dat een te vergaand voorstel, nou ja. Bart Kemp? Kijk, je gaat er dan uit van de aanname, en dat hoorde ik net ook noemen, dat. Een dier in een stal opgepropt is. Nee, dat, dat dier dat voldoet aan die hoogste welzijnsnormen, waar de, waarnaar uh, door de hele wereld gekeken wordt, nou die dieren hebben het goed. Die zijn relaxed, die zijn ontspannen. Die kunnen gewoon uh, leven. Je kunt aan al hun behoeften voldoen. Het is niet per se beter als die dieren dan naar buiten gaan. Ja, kijk, ik kan, dit... ik kan daarin natuurlijk vanuit, nou, ik vanuit zal, mijn ervaring spreken. Ik even, even op ja. dit punt. Moeten, moeten alle varkens, kippen, uh, koeien uh, zoveel mogelijk naar buiten? Of misschien wel altijd naar buiten? Nou, ik, dat heb ik niet gezegd. Ik vind dat dieren uh, zoveel mogelijk de kans moeten hebben... om hun soort eigen gedrag te kunnen vertonen. En elke dierhouderij beperkt eigenlijk dat soort eigen gedrag. Dat is een... een dat, ik heb, was een keer bij uh, Kipste Kip van Ruud, Ruud Sanders. En die zei, zodra je dieren gaat houden, perk je eigenlijk hun bewegingsvrijheid in. Mm -hmm. Maar je moet die dieren wel de ruimte geven die ze kunnen hebben. En ik ben in varkensstallen geweest, waarin dieren in hele grote stallen allemaal in kleine hokken zaten. Maar ik ben ook in varkensstallen geweest, waar, waar ze rond konden lopen, waar ze in het stro lagen. En het is echt een wereld van verschil. Ja, die diversiteit ja, is er, denk ik, Bart Kemp. Zeker is die diversiteit er. En het is vooral een wereld van verschil in menselijke beleving. Want als ik mijn dieren de keuze geef tussen een stal in het stro met uitgebalanceerd voer, en ik zet de deuren open naar de wei. De helft van de tijd blijven ze binnen. Wat? 80% van de tijd. Omdat ze geen trek hebben om in weer en wind buiten te lopen. Als ze een goed stalklimaat hebben en goed uitgebalanceerd voer. En dat is dus meteen wat ik bedoel met die menselijke beleving. Het zit tussen de mensenoren dat als die dier, dat dier in de wei loopt. en die heeft die ruimte nodig. maar een lammetje gaat niet huppelen omdat hij zo blij is, hè? Mm -hmm. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Ja, ik weet niet. Er worden allerlei dingen mij opgelegd die ik niet gezegd nee, nee. heb. Ik heb het niet gehad over wel buiten of niet buiten. Ik vind je moet dieren zoveel mogelijk hun soort eigen gedrag te la kunnen laten vertonen. Ik zie niet in hoe een varken dat bijvoorbeeld op een harde stalvloer kan doen. Ik denk wel dat het voor een varken prettiger is om in de stro te kunnen lopen. En als het, als het lekker weer is zullen je misschien wel naar buiten en in de modder rollen. Dus dat zijn allerlei gradaties waarin je het dier uh, uh, ja, de ruimte geeft. Mm -hmm. Ja. Nou ja, het komt er ook, wat we vaak uit de politiek zien komen, en dat is ook een achterliggende reden van, van deze stelling, is dat er gesproken wordt over megastallen. Als zou dat iets fout zijn? Nou ja, juist als je naar die grotere stallen gaat, zie je, zie je dat er aan die basisvoorwaarden van het dier perfect voldaan wordt. Omdat het allemaal supermodern, schoon, meer ruimte. Um, daarom noemen we ze ook comfortstallen. In tegenstelling tot vaak wat oudere stallen, of die niet meer gebruikt zijn. Uh, dus die slag, die slag is al gemaakt. Maar dan de vraag wanneer, wanneer is dat voldoende? Ja, kijk, als je, een, als je een dier de ruimte geeft. dan betekent dat ook dat het een enorm ruimtebeslag heeft. En uh, ik zou ook eigenlijk wel af willen van uh, het frame van. er zijn megastallen en daar is het slecht. En er zijn kleine stallen, daar is het goed. Het gaat er uiteindelijk om dat een dier gewoon. Dier kan zijn en, en die rust, het is heel belangrijk. Maar ik vind het, uh, uh, ja, er wordt een soort beeld opgeroepen van uh, uh, dat wij hier in het Westen niet zouden weten hoe, hoe soort eigen gedrag is of waarom een lammetje huppelt. Ik woon zelf ook op het platteland. Mm -hmm. Ik woon er al mijn hele leven. En je ziet, uh, je ziet boerderijen waar dieren het heerlijk hebben. En je ziet ook boerderijen waar dieren gewoon toch, ja, uh, yeah, uh, wat meer. Uh, ja, beperkt en, worden in hun. Uh, u merkt dat dan leven. aan het gedrag van die dieren? Dat ze uh, zich niet prettig voelen? Ik weet niet, kijk, ik kan niet, ik kan niet in de hersenen van een dier kijken. En als je als je. Uh, een poes altijd thuis hebt, hè, om het eventjes dicht bij mensen te houden die geen uh, dieren hebben, en die zit altijd binnen, dan is, dan is dat prima voor die poes. En dan is die poes daar heel gelukkig mee. Maar als je ook je poes naar buiten kan laten en je ziet dat hij uh, in een boom kan klimmen of eens een keer een muis vangt, dan ja, dat is dat is denk ik toch een meerwaarde voor zo'n dier. En zo gaat het ook met vee. Nou ja. nou ja, kijk, dat is dus uh, weer dat stukje menselijke beleving... wat wij er dan in leggen. Mm -hmm. um, en ik weet. En ik denk dat de dierhouders hier met mij dat kunnen beamen. Je merkt aan een dier hoe die zich voelt. Als je een, een week regen hebt en ik kom bij schapenhouder, ik kom bij mijn schapen in de wei. Dan komen ze naar voren rennen van jongens, wat doe je me aan? Snap je? En dat geldt voor de winter. Ze lopen elf maanden per jaar buiten. Maar doe ik ze binnen? Prima. Ze lopen een keer naar de, naar de voer toe en ze gaan liggen, ze gaan herkouwen. Ze doen een rondje relaxed, klaar. Dus wij merken zeker wel aan een dier of hij die het naar zijn zin heeft. En daarom met juist die nadruk op die stelling: van... waarschijnlijk scheelt het die poes helemaal niks of die in de boom klimt. Ja. Ja, wij weten het niet. Ja, we zullen het niet weten. Nee, maar je merkt het wel. Maar goed, Laura, Laura Bromet, ik hoor u ook zeggen van we zijn koploper en we moeten eigenlijk dat blijven. Hè? Want andere Europese landen gaan ons op een aantal punten daarom volgen. Dus de stapjes vooruit moeten verder gezet worden. Als het gaat om dierenwelzijn zijn er nog een aantal wensen van u. Nou ja, ik vind het belangrijk, want ik zal even zeggen waarom ik het belangrijk vind. Uh, omdat ik het er niet mee eens ben, en dat is in de vorige debatten ook al aan de orde gekomen, dat wij uh, de tweede landbouwexporteur van de wereld zijn. Dat gaat ten koste van natuur, van milieu, van dierenwelzijn. En ik vind dus dat wij ons land als land ons moeten onderscheiden op kwaliteit en niet op kwantiteit. En uh, daarbij hoort dan dat je, uh, dat je zorgt dat je uh, ja, het beste van het beste bent. Ja, nou ja. Dat is natuurlijk een, een, een mooie maatschappelijke wens. En dat begrijpen we. Dus daarom zijn die stappen ook gezet. En daarom hebben we dat niveau. Maar je loopt er natuurlijk wel tegen aan dat het kostprijsverhogend is. En dat je ook voor mensen uh, die minder te besteden hebben, gewoon je voedsel betaalbaar wil houden. Ja, dat wordt altijd gezegd tegen mij als GroenLinkser. Terwijl wij natuurlijk uh, als linkse partij juist zijn van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Uh, en wij vinden als GroenLinks dat niet alles, alle inkomenspolitiek, via het boerenbedrijf hoeft te lopen. Dus ja, voedsel zal duurder moeten worden. En ja, mensen moeten het kunnen blijven betalen. Ook mensen met een kleine beurs. En daar zijn een heleboel andere regelingen voor buiten de landbouwsector om dat voor elkaar te krijgen. En wat is dan een hele belangrijke in dat uh, scala van regelingen? Nou ja, bijvoorbeeld de belastingvrijstelling die er is voor grote bedrijven, of dat er een, een toptarief is wat niet hoger wordt naarmate je meer verdient boven een bepaalde grens. En uh, uitkeringen die te laag zijn, dat zijn allemaal maatregelen die je kan nemen als Rijksoverheid om aan te werken om het voedsel betaalbaar te maken. Dat hoeft niet allemaal via het boerenerf te lopen. Mm -hmm. Nou ja, een actueel voorbeeld daarin is uh, om aan te geven dat die markt op dit moment uh, er. Niet of in beperkte mate is, is dat mijn buurman van biologische kippen na bijna tien jaar overgaan is naar regulier. Dus te mogen wat meer in de stal. Ze hebben wel gewoon dezelfde uitloop, maar iets minder vierkante meters buiten ook, ja, omdat het gewoon economisch niet uit kan. En ja, dat wordt toch gefaciliteerd natuurlijk door de overheid. Ja, daar, is dus, daar heeft de overheid het dus ook laten liggen. En je ziet dat in andere Europese landen het aandeel biologisch veel en veel hoger is. Dat er ook Europese ambities zijn om het aandeel biologisch in heel Europa omhoog te stuwen. En daar heeft Nederland echt een achtergestelde positie. En dat is echt te danken aan het landbouwbeleid van de afgelopen tientallen jaren. Maar wat had het kabinet moeten doen om de buurman van Bartkamp toch in die biologische pluimveehouderij te laten? Nou, het raar is eigenlijk dat als de consument bij de kassa uh, komt, dan rekent hij niet de werkelijke prijs af. En dat betekent dat hij zeg maar, voor, de, uh, voor een stuk vlees wat, uh, wat goedkoop geproduceerd is, eigenlijk de laagste prijs betaalt, terwijl de prijs bij milieu en natuur terecht is gekomen. Die prijs moet wel afgerekend worden bij de kassa, vinden wij. En daarmee worden producten die veel meer rekening houden met dierenwelzijn, natuur en milieu, die worden dan relatief goedkoper. Waardoor ze ook aantrekkelijker worden voor de consument. En, en daar kan je sturing aan geven als overheid. Ja, het, je merkt ook natuurlijk dat uh, de burger een andere mening heeft, een sterk andere mening, over dierenwelzijn als de consument. Mm -hmm. Dus op het moment dat de consument in de winkels zijn uitgave doet, mm -hmm. maakt hij andere keuzes als dat hij eigenlijk zou willen als burger. Dus dat is, daar zit natuurlijk ook een flinke inkomsten. Ja, dat is misschien lastig, maar ligt daar een taak voor de overheid? Absoluut. En dan kom je ook weer bij de eerste stelling terecht. Het beschermen van, van de markt voor andere productieomstandigheden. Ja, dat is precies ook waarom wij geen voorstander zijn van dat soort handelsverdragen die dit verhinderen. En uh, uh, zoals, uh, noemen we een paar voorbeelden. Ja, zoals Mercosur, daar, daar zijn we tegen, dus wij willen daar niet uh, mee instemmen. Maar ondertussen gaat die strop bij de boeren uh, wel steeds strakker en die eisen worden steeds hoger, terwijl de rest niet geregeld is. Dat gaat mislopen. Ja, maar dat kun je niet allemaal op mijn bordje schuiven. Dat is gewoon een kwestie van meerderheden in Den Haag. Ik ben het ook met een heleboel beslissingen niet eens die genomen worden als het gaat over het landbouwbeleid. Ja. Dan nog even naar de kern van, van deze debat. Het gaat over de toekomst van de landbouw. Boeren maken zich zorgen. Deelt u die zorg? Ja, zeker. Ik vind uh, dat de boeren in het uh, ongewisse blijven over wat de toekomst behelst. Er staan enorme uitdagingen voor de deur als het gaat over de crisis, als het gaat om biodiversiteit, maar ook de klimaatopgave. In 2050 moet 95% van de CO2-uitstoot zijn teruggedrongen, ook in de agrarische sector. En ik denk dat de boeren geen idee hebben hoe ze daar moeten komen. En ik vind ook dat de overheid ze echt laat stikken daarin. Ja, tot slot, wat is uw belangrijkste boodschap aan uh, de politiek? Ja, werk niet mee um, aan maatregelen die niet haalbaar en betaalbaar zijn op het boerenerf. Zorg voor dat toekomstperspectief. Dus je kunt niet aan de ene kant wel instemmen met die hogere welzijnseisen. En terwijl je weet dat die grenzen open blijven. Want dan ben je de boel kapot aan het concurreren. Oké, okay, dankjewel. Jullie beiden, Laura Bromet, GroenLinks, Bart Kemp, Agen Actie. Uh, we gaan zo uh, na de wissel door met uh, Tjer de Groot van D66 en uh, Jan-Kees Vogelaar van het Mesdagfonds. Oké. Okay.